Bij ons Alex Dufus, de voorzitter. En Jeroen Kilsdonk de grootvorst van de Woezekotten, die op 11 oktober uh, 55 jaar bestaan. Alex, uh, lang geleden, 55 jaar geleden, weet je er nog iets van? Ja, een beetje weet ik er maar van. Uh, 59 dus, toen zijn een drietal mensen hier in Woesek. Piet Schraven, Piet Rossen en broer Zengers. Die hebben toen het initiatief genomen om, uh, om hier in Woesek ook carnaval te vieren. Nou, daar zijn de Woesekotten uit uh, ontstaan dus. Aanvankelijk nog wat in klein gezelschap, want het duurde twee, tweeënhalf jaar voordat er echt een complete raad van elf was. En uh, ja, vanaf dat moment zijn we uh, ja, eigenlijk goed bezig. Hier moest ik met carnaval vieren. Ja, kan je wel zeggen. Het is nog steeds druk en gezellig. Jeroen, dat heb jij niet meegemaakt in de beginperiode, maar de uh, laatste twee jaar vorsten uh, bevalt dat? Ja, dat is uh, zeker, heet dat bevallen. Ja, de laatste paar weken breng ik ook voor mijn aan. November treed ik af, en uh, maar ik kan terugkijken op twee hele mooie jaren bij de Boosekotten. Ja, wat is het leuke eigenlijk daarvan? Ja, je komt overal en je ontmoet heel veel mensen en je legt nieuwe contacten met iedereen. En uh, ja, dat is gewoon heel leuk. Alex, uh, jullie hebben een programma. Op 11 oktober willen jullie iedereen uitnodigen voor jullie uh, 55-jarig bestaan om dat te gaan vieren. Ja, wij hebben dus uh, het programma bestaat uit een receptie. die uh, en dan van 7 van tot half negen en met meteen doorlopend feestavond. En in principe hebben we ja, alle bekende sponsoren, donateurs, oud-leden en dergelijke uitgenodigd. Om ja, zoveel mogelijk mensen hier te krijgen en te kunnen ontmoeten op, op 11 oktober. Iedereen van harte uitgenodigd. Jeroen, nu gaat er iets speciaals gebeuren. Ja, zeker. De Kotten zijn de Wozekotten. Kotten. niet als de Kotten niet iets van zich laten horen. Maar uh, volgend weekend uh, gaat er iets gebeuren bij Emilia. Er zal iemand bijgezet gaan worden, onze eigen Jupke. Want ja, ze hebben ze elkaar na 55 jaar eindelijk weer gevonden. En dat is onze stunt voor het jubileum. Alex, je wilde voor deze gelegenheid toch nog uh, speciaal wat mensen benoemen. Ja, van de allereerste raad van 11. Ik heb er straks al gezegd dat die pas in 1961 bestond uit 11 personen. Er zijn drie mensen die leven op dit moment nog. En die hebben wij speciaal uitgenodigd, want ja, we vinden toch wel dat zij er eigenlijk bij zouden moeten zijn. Het zal wel weer het alombekende Woezekottefeestje gaan worden. Daar ga ik wel vanuit, ja. Dat denk ik ook wel, ja. Dat wordt een mooi feestje.